In deze video een opgave uit het boek. We hebben Raoul en die laat de schijf 5 keer draaien. En berekenen de kans dat hij 5 keer is heel belangrijk. En we laten de rekenmachine ook even zien. We hebben een schijf met 5 even grote sectoren. De appel komt 1 keer voor en peer en banaan 2 keer. Maar wat is de kans dat hij minstens 1 keer appel krijgt? Nou, dus dat is even netjes opschrijven natuurlijk. Dus dat is 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer of 5 keer. Dus je kunt veel beter de complementregel gebruiken. Want dan zeg je, dat is 1 min geen appel. En dan doe je 1 min. En als je niet een appel krijgt, de kans daarop is 4/5. En dat dan 5 keer. Dus 4/5 tot de macht 5 op je rekenmachine. En even afronden op 3 decimalen. We gaan naar vraag B. Bereken de kans dat hij met 5 keer draaien 3 appels en 2 peren krijgt. Even netjes opschrijven. Dan krijg je appel, 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 peer, peer. Dit is een mogelijkheid. Dus we moeten er nog even een combinatie op loslaten. 5 plekken. 3 keer een A. Dus dat is 5 boven 3. Nou, de kans op een appel is 1/5, dat 3 keer, dus tot de macht 3. En de kans op een peer is 2/5, dat 2 keer, dus tot de macht 2 op je rekenmachine. En je kunt je afvragen, hoe krijg ik nou combinatie op die rekenmachine? Nou, dan druk je op het gereedschapkistje. Dat ziet er zo uit. Dan kies je voor kans. Dan kies je voor combinatie. Dan zet je er in 5,3, maar je gebruikt die komma. Even afronden op 3 decimalen en dan kom je uit op 0,013. 2 bananen, even netjes opschrijven. Dus dat betekent automatisch 3 keer geen banaan. Dus banaan, banaan en 3 keer met een streepje. Maar dit is een mogelijkheid, dus dat moet je nog wel even vermenigvuldigen met een combinatie. 5 plekken, 2 keer een banaan, dus 5 boven 2. Nou, de kans op een banaan is 2/5, dus dan krijg je dat tot de macht 2. En de kans op niet een banaan is 3/5, en dat tot de macht 3 op je rekenmachine. Hoogstens 3 bananen, dus dat is 0. 1, 2 of 3. Dus dan kun je veel beter naar het complement kijken. Dus dan heb je 1 min 4 keer een banaan of 5 keer. Nou goed, even opschrijven. Dus dan heb je 4 bananen. Hè? Dus 1 keer streep je hem door. Dit is een mogelijkheid, dus je moet dat vermenigvuldigen met 5 boven 4. En dit is de enige mogelijkheid, dus geen combinatie. Ja, mag wel. Dan krijg je 5 boven 5, maar de uitkomst is toch 1. Nou, de kans op een banaan is dan 2/5 tot de macht 4. De kans op niet een banaan 3/5 tot de macht 1. Ik laat het zo staan. De kans op een banaan is 2/5, dat 5 keer, dus tot de macht 5 op je rekenmachine. Einde video. Tot de volgende keer.